Kijk eens even. Dat is nog een goed begin van Dia de Andalucía. Even een dansje erbij. Privé-showtje. Zo gaan ze hier denk ik door La Mamola heen. Want het is vandaag Dia de Andalucía. De vrijheid van Andalusië. Kijk, het gaat allemaal goed met de burgemeester. Hola. Fiesta. Dia de Andalucía. Kijk, en dan gaan ze zo door het dorp heen. Oh, we zijn ze. Stel koekeloeren en ze zijn ergens mee bezig. En je ziet het, daarvoor staat een band en ze staan hier op het podium. Nou, het is erachter flink druk. Ze hebben wel bijna in ieder geval allemaal een maskertje op. Volgens mij degenen die in de tent staan hebben wel allemaal een maskertje op. Exmo Ayuntamiento de Gualos, Castel de Ferro. Geen idee wat ze zeggen, want ik kan het niet goed verstaan. Hola! Maar er liggen bloemen voor. Dus het zal wel over de vrijheid gaan. En een band, dus we krijgen straks muziek. En daar gaan we even wat eten. Tafeltje kunnen confisceren. Vies? Smaakt niet? Niet mijn ding. Is het vis? Ja. Is dit vis? Vermicelli, ja, het is allemaal vis. Er zit vis in, een soort met achtige vermicelli pijl, ja. Oh. Vind jij het lekker? Gewoon. Ah. Even proeven. Mm. Oh ja. Maar is dit dan ook vis? Hoofd is goud. Mm. Nou, op zich. Oh, ongelooflijk. We denken we bestellen even wat. Maar kijk eens even. Kaas. Dit is Nomo in... Allergio in knoflook. Corn en salsa met patatjes. Kroketjes met patatjes. En kipnuggets met patatjes. Ja. We hebben brood met olie. We hebben genoeg. Alles met de aioli. Ja, alles met aioli, ja. In ieder geval wel één walm aioli straks in huis. Ja, we gaan even eten. En het mooie is, er staat ook... Oh kijk, muziek begint. Maar je bestelt gewoon een plaatje om te delen. Maar overal krijg je dus ook weer patatjes bij. Nou, we zullen niet verhongeren vandaag. Nou, er is van alles gaande. Dus ik ga even kijken. Even spieken. Je ziet allemaal die mooie meiden. Pakken. En ze zijn aan het spelen. Al die dames in die mooie jurkjes. Helemaal flamingo. Superleuk. En allemaal meezingen. Kijk, dirigent daar zo. Leuk hoor.
voor jullie. Nou ja, rondje. Er is niet heel veel rondje, maar ik zal even laten zien hoe het hier nu uitziet. Want alle dansjes zijn voorbij. En nu is het tijd om te eten. Dus hier hebben ze het een en ander aan eten staan. En hier staat een kraampje met allemaal suikerspinnen. Chips. En nog wat poppetjes. En hier is het wel druk. Hier is een soort kermisding waar je in wel kan winnen en dingetjes kan schieten. Het is helemaal afgezet met lint. Het is best donker weer. Tenminste, daar was het net helemaal zwart. En daar valt het wel mee, maar echt warm is het zeker niet. Je ziet de vlag ook waaien. Dat is trouwens de vlag van Andalusië. Dus je hebt zeg maar de Spaanse vlag. Die geel met rode, maar dit is de Andalusische vlag. Dus je ziet het. Dit was het eigenlijk alweer, denk ik. Wij zitten daar bij het rode tentje. Daar zitten we normaal gesproken niet. Maar we dachten, laten we nu eens wat nieuws uitproberen en eens ergens anders gaan zitten. Dus dat hebben we gedaan. Het was hartstikke leuk, lekker. We hebben allemaal dingetjes besteld. En ik denk dat we zo weer lekker naar boven gaan. Je ziet wel, wij gaan weer weg, dat de zee super blauw is. Mooie palmbomen erbij. Normaal gesproken zitten we altijd daar verderop natuurlijk. Het ziet er toch wel mooi uit, ondanks dat het niet echt lekker weer is. We hebben de mannen even afgezet, want die gaan zo sporten. En wij zijn even doorgereden, maar kijk. Mist en nog eens meer mist. Wat we vertelden. Net zaten we beneden. Kijk, je ziet gewoon helemaal niks. Net zaten we beneden en toen zag je die mistwolk. Nou rijden we erin. Er zijn wel een paar auto's. Binnenkijken? Oh, kijk, daar staan er een heleboel. Even binnenkijken. Even binnenkijken. Bij een restaurant. Die hebben Jurgen gemaakt. Weten jullie dat nog? Ja. Hij zit er nog goed op. Eens even kijken wat er te doen is in Haza del Lino. Gaan we even kijken wat er allemaal te doen is. Yo. Mensen. En ze hebben een nieuwe koelkast, hadden we gezien. En ze hebben net gekeken, de achterdeur staat open. De middendeur staat open, dus dan hebben ze daar ook waarschijnlijk gegeten. En zoals jullie wel weten, staat hier altijd een kachel aan. Oh, zo lekker warm. Sta je met je bontjas, je fake fur, je neppe, hoe heet zo'n ding? Nou, hoe heet zo'n ding? Bodywarmer, lekker bij de kachel. En wij hebben toen helemaal opgeknapt en Jurgen en Elise hebben toen helemaal die schouwen gevangen. Daar hebben ze natuurlijk ook nog wat gemaakt. We hadden natuurlijk de hele boel geschilderd. Alle tafelkleedjes veranderd, menukaarten veranderd. Oh, hebben nu weer de menukaarten veranderd. Ah, nu papieren menukaarten. Nou ja, ik sta hier wel even lekker warm bij de kachel. We wachten op de thee. We wachten op de thee en de koffie. Niet zoveel mensen. Nou, niet zoveel mensen. Wat zijn we aan het doen? Zet hem even neer. Nou, komen nu wel weer wat mensen aan. Die komen van achter. Een biscotje. Nee, ik vind dat de taarten en de cake droog, in hè? Nederland, of in Nederland, in hoe heet het hier, Spanje? Is niet zo. Gewoon droge cake. Droog. Allemaal niet zo lekker. Helaas. Of juist niet. Het ziet er wel mooi uit hier. Ja, ik zei net dat jullie die schouw hadden gedaan en die andere. En dat wij natuurlijk alles hadden geschilderd. En dat we nieuwe menukaarten hadden. En de tafels toen helemaal hadden veranderd. Het is maar braaf, ja. Wij gaan er maar weer even vandoor.
Het is okay. Nog steeds mistig. Dat gaat ook niet meer over vandaag, denk ik. No. Ik denk dat het zo blijft. Even een gordeltje om. Nou, maar het is wel even leuk om Paco Rocke te zien. Paco Rocke. Die hadden we ook al heel lang niet gezien, toch? Heel lang niet, nee. Zag er goed uit. Hij was heel blij, heel tevreden. Nieuwe. We hebben dingen ook gezien, Paco. Rodri. De bakker. De bakker hebben we ook weer gezien. En Paco natuurlijk van Hazelino, die hebben we ook gezien. Super. Waar gaan we heen? We gaan toch nog even naar beneden. Het laatste beetje zon misschien nog even meepakken. Want boven was alleen maar mist. Dus dan zie je niks. Dus daar is heeft geen zin om daarheen te gaan. Want je hebt toch geen uitzicht. We hebben gezocht naar die gorilla's daar. Maar die konden we niet vinden. Nee. Gorilla's in de mist. Gorilla's. Dus we gaan weer naar de zon. We gaan weer naar beneden. Ja. Zo blijven we heen en weer. Dus jullie zien, die weg is helemaal niet eng. Nee joh. Er is niks aan de hand met die weg. En het regende net een beetje. Kijk. Ja. Niet heel veel, maar wel een beetje. Dit is de maand van de regen. Een regenmaand. Dat is maar goed ook. Want normaal gesproken, dat zeiden ze ook al, is eigenlijk de berg veel groener. Ja. Hij is eigenlijk nog best wel grauw voor zijn doen. Ja. Je moet daar gaan. Dat in februari en maart regent het vaak. Want we hebben in maart ook gehad dat we hier toen net kwamen. Mm-hmm. Dus we krijgen nu de maand maart. En in april of mei houdt het op. Tot en met januari. Ja. Dus. Alleen maar zon. Moet er regen vallen. Dat is niet goed voor de natuur. Nee. Maar hier schijnt alweer een beetje de zon. Daarachter zit het dicht. Dicht en dicht en dicht. Toch nog maar even in Lammermolen kijken of er wat te doen is. Dikke auto. En de zee is rustig. En de vissers die zitten klaar. Met hun hengel. Even kijken of er wat te doen is. Of er iemand is. Of er ergens een fiesta is. Kijk hier. Het is helemaal vol. Dit is de fiesta. Alles voor de kinderen. Zie je dat? Ja, een stier. Een stier en een SpongeBob opblaas ding. Als de kinderen het maar leuk hebben. Ja. Maar verder is er niks te zien. Nee, dus dat was... Tot zover Lammermola. En dat is het dorp Los Yesos. Ja, we zijn al nooit daar zo beneden. Zo klein. Los Yesos. We zaten wel eens daar bij het barretje, Los Amigos, daar kon je altijd lekker wat eten. Ja, hier komt de burgemeester vandaan. Onze burgemeester, ja, Matthias. Hier is Matthias geboren. Ja. Hier staat weer een onafgemaakt gebouw. Onafgemaakt gebouw. Kijk, daar aten we. Hier is het dicht. Ja. Vandaag. Ja. Kijk, er staat een camper. In Los Yesos. Donker weer. Moet je aan de andere kant dan naar binnen beneden, rijden? Ja. Even kijken. Hier is dat ook een onafgemaakt gebouw. Hier nog een restaurantje, als je een restaurantje wil beginnen. Kan dat hier nog? Dat is wel best wel jammer. Nog hier ook nog terrein beneden. En dit was alweer bijna het dorp. Zijn we er alweer bijna uit. Moest je dan daar naar beneden of niet? Nou, ik zie nou niet echt een weg dat ik denk, oh hier moet je naar beneden. Ja, ben ik nog niet tegengekomen in ieder geval. Kun je hier rijden dan daar? Nee, denk ik. Weet het niet. Is het een looppad? Ja. Een voetpad bedoel ik. Er staat wel een auto. Zal je ergens ook wel... Daar kun je ook naar beneden. Ja? Ja. Oh. Gemist. Nou, dan moet op de terugweg. Hier is de burgemeester opgegroeid. Ja. Hier woont zijn moeder nog. Bij de plantenpotten. Hier, met al die bloemen woont ze. Ja. Daar woont ze. De moeder van de burger. Nou, we zijn alweer eruit. Naar Melisina. Ja, dat is dat dorpje. Er staat ook een onafgemaakt gebouw. Tuurlijk. Zal niet. Anders is het geen echt dorp, hè? Nee. Het is een onafgemaakt gebouw. En hier is die scène opgenomen dat die rot, dat die water zo hoog opspatte toen. Met dat wij... de intro kreeg voor het Spaanse dorp. Ja. Stond Jeroen daar boven op die dingen te filmen. Dat wij aankwamen rijden met de auto's en toen spatte dat water zo op.
dat is Melisena. Ook een super klein dorp. Voor je het weet ben je er alweer uit. Nee, Santa nou iemand, is dat een rots? Dat er staat iemand. Er loopt iemand hier naar beneden. Oh ja, echt? Ja. Melisena rechtsaf. Lekker aan het wandelen. Ja, elke dag wandelen, Senna. Kijk, hier is Melisena. En heb je hier ook nog een klein stukje boven? Ja. Moet je kijken, wat een steile weg omhoog. Ja, en hier ging een camper naar beneden. Dan zullen we eens even kunnen inrijden, want... Staat ook een camper hier beneden. Hier beneden een camper. De zon gaat ook al langzaam onder. Daar heb je een voetbalveld. Ja. Ook een mooie plek. Ik zag hier ook iemand inrijden. Die ben ik nog nooit geweest. We rijden er altijd doorheen. Maar, ja. Tenminste bovenlangs dan. Ja. Het is een typisch Spaans dorpje. Ja. Aan de zee. Aan de zee, ja. Aan de kust. Zijn ze allemaal aan het buiten spelen? Return. Keren. Dus wij rijden maar alvast terug. Want als hij er al niet doorheen komt, dan doen wij het ook maar niet voor de zekerheid. Dan rij je ook met een camper daarin. Ja. Zou ik toch even denken uitstappen en even koekeloeren, even gaan kijken, toch? Of, Zeker met een camper en een aanhangertje ook nog erachter. Nou, er is niks te doen. Ja, dat wist ik wel. Maar... Dus we rijden maar weer terug. We dachten, we kunnen jullie misschien nog maar even wat leuks laten zien. Maar... En nou hoop ik dat je daarachter nog even wat zonnestralen kan zien. Hier zo. Ja, hier gaan we zo omhoog. Dus dan kan je ze denk ik zien. La la la. Kijk eens even. Zo vet. Zonnestralen ten top. Je kunt het nog een keer. Nog een keer proberen. 1, 3, 2, 1. Nou, ja. Snel. Zonnestralen. Oh, nu kun je het goed zien. Zie je echt die zon zo dwars doorheen komen. Ja, daar was, weer daar was het weer. Ja, wij zijn onderweg naar Polopos. Even kijken of je hem nog een keer ziet. Ja. Oh. Daar schijnt die. De zon. De zon, de zon, de zon. Mooi, mooi hè? Mooi. Boven die zee. We komen thuis. En het allereerste wat we zien is leeg. Allemaal papiertjes. En de papiertjes volgen zich zo die kant op. En wat vind ik daar? Een zak met brokjes. Nou ja, het was een zak met brokjes. Allemaal opgegeten. Dus, wie van jullie zijn hier, vooral jullie waarschijnlijk, schuldig aan? Zeg jij even wie dit hebt gedaan? Nee, jij niet, want jij hebt het sowieso gedaan. Weg, pas op. Er ligt hier ook nog glas op de grond. Nou, zeg op. Wie? Wie was het? Zij? Zij het? Was Spike. Au! Nou, dan zeg je het lekker niet. Dan zeg je het lekker niet. Ook goed. Maar jullie gaan er allemaal waarschijnlijk aan de scheiterij. Leuk. Niet alleen voor jullie, maar ook voor ons. Wappo. Hallo. Hoe was het sporten? Hoe hebben jullie gesport? Lekker? Heerlijk. Ging het goed? Was het druk? Nee. En ging ook eerder dicht. Doe even het lampje daar aan, schat. Vanwege de fiesta. Wat zeg je? Was gewoon er ook. Ja, denk het. Vanwege de fiesta. Nee? Nee. Was er niet. Hoeveel mensen waren er? Vier of zo. Vier? Ja. Nou, dat was wel heel druk in de sportschool. Alle apparaten bezet. Ja. Toen wij weggingen om... Omdat
was dat? Half acht? Zoiets, half acht. Toen was er nog één iemand. Dat is niet veel. Jullie zien het, dus als jullie willen sporten op de sportschool, kom gewoon hierheen. Heb je de hele sportschool voor jezelf, helemaal geen probleem. Lekker gezellig. Lekker top. Voor jullie. Wij hebben genoten. Ik heb Demi even een hele hippe bar laten zien. Hippe in Playa bar. Granada hebben wij een drankje gedaan, hè, denk ik? Ja. In Granada. Playa Granada zijn we geweest. Montreal. Ja, we zijn eerst naar boven geweest. En daar hebben we Rodri gezien en Paco en alles en zo allemaal. En toen zijn we helemaal naar beneden gereden. Ja, de Playa heb ik even die terrein laten zien. We hebben nog gezocht naar de camperplaatsterreinen. Ja. We hebben ook nog weer eens toch nog een plekje hier gevonden, wat we van Matthias gaan vragen. Maar ik had Demi ook die plek laten zien daar ook bij Playa Granada. Ja. Waar ik heen had gebeld. En we hadden nog een stukje gezien. Hè? Ja, we hebben ook een foto van gemaakt. Dus we gaan morgen even informeren. Oh, en toen zijn we eventjes naar onze favoriete strandtent gereden. En daar was een windscherm omheen gezet. En het was stervensdruk. Nee, die daarnaast. Niet waar wij toen met z'n allen gegeten, maar die daarnaast. Ja, waar wij geweest zijn. Waar ze deden ook kitesurfen, weet je wel. Waar jij niet meer heen wilde. Ja, waar ik niet meer heen wilde. Stervensdruk. Cocktail, allemaal jonge lui. Leuk. Hippe muziek. Hè? Cocktail night. Dus ik zei, nou, je moet hier keer wel eens leuk uitgaan met Daniel. Die vindt dat leuk. Hippe tent. Mooi strand ervoor. Op het strand. Lekker liggen, de zomers. Kan je ook dansen daar, ook niet? Ja. Oh, allemaal de Paso Doble hebben ze dansen. Maar goed. Dus. Ja. Dit is alweer het einde natuurlijk, hè, van deze geweldige vlog. Dia de Andalusia. Ja, de onafhankelijkheid van Andalusia. En we hopen dus natuurlijk dat jullie genoten hebben. Wij hebben wel evengoed nog kunnen genieten weer vandaag een beetje. En het was heel gezellig. Dus doe dan even een duimpje omhoog. Zo'n hele dikke duim. Daniel is helemaal bek af van het sporten, dat zien jullie wel. Jurgen ligt ook een beetje voor aapgapen, maar wij zien jullie de volgende vlog weer. En dan zeggen we met z'n allen gewoon... Even abonneren en toedels! Toedels!